20 districtsraadsleden en 113 resortsraadsleden van Wanica zijn gisteren beëdigd. Deze zijn bij de onlangs gehouden verkiezingen gekozen. De leden zijn beëdigd door minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling en de districtscommissarissen van Wanica, Audrey Hankers en Witprakash Julumsing. Zo meldt het Nationaal Informatie Instituut. Dikan wees de DR-leden erop dat zij een belangrijke rol zullen vervullen in de besluitvorming van hun district. Hij adviseerde ze om niet in de schaduw te blijven, maar om zich in te zetten voor het werk dat ze op zich genomen hebben. De bewindsman onderstreepte dat het decentralisatieproces voortgang moet vinden. De beëdigingsceremonie heeft plaatsgevonden in het Wanica Sportcomplex.